Welkom. Welkom bij het programma Lex Ontmoet. Het organiseren en managen zit in zijn DNA. Hij deed een HBO-studie, Facility Management opleiding. En tijdens deze studie was hij de oprichter, gitarist en de manager van de Nederlandstalige band Volumia. Met onder andere de zanger Sander de Bisonnier. Ze hadden hits met Afscheid en Hou Me Vast. En in de 10 jaar dat Volumia bestond, verkochten ze meer dan 1 miljoen cd's en dvd's. Na het opdoeken van Volumia werd hij onder andere manager van Rauw en IJzer. En nu heeft hij zijn eigen organisatie en adviesbureau. Hij is de grote man achter de grootste club van Limburg, namelijk het Complex in Maastricht. En natuurlijk het popfestival Park City Live. Iedereen in de muziekscene kent hem als met zijn twee voorletters HP. En daarom is vandaag de gast de organisator van Park City Live en de uitbater van het Complex in Maastricht, Hans-Paul Nieskens. Hallo. 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 Wat HP. Mooi, Lex, wat mooi. Dat heb jij mooi gezegd. Ja? Dankjewel, ja. Ja, ik heb vroeger op het seminar gezeten. Ja, echt waar? Ja, ik heb een opleiding gehad, maar ja. Geen helaas. En daarom begin ik ook altijd met de eerste tegenstelling. Ja. Geloof of ongeloof? Geloof. Echt waar? Ja. Ben je nog altijd gelovig? Ja. Ik ben gedoopt, gehervormd, ik ben getrouwd in de kerk, mijn kinderen zijn gedoopt. Ja. Is het niet zo dat je nu alleen nog maar in de kerk komt voor bruiloften? Ja, maar ik geloof hoef je niet te doen in de kerk, vind ik. Nee, en als je op vakantie bent, dat je ergens een kaarsje gaat opsteken in Siena? Of, ja, ja, dat doen we. Ja, dat hoort erbij. Ja, natuurlijk. Dat doen we nog steeds ook wel in Maastricht. Als we met onze lieve vrouw blij zijn. Maar, nee, ja, geloof, maar niet. Verkondig het niet, nee. Nee. Heerlen of Schimmert? Heerlen. Maar je woont in Schimmert? Ja, dat is zo gegroeid. Dat is een organische groei. We zijn daar ooit beland omdat ik daar een pand kon krijgen met een kantoor. En, Pinkpop of Lowlands? Pinkpop. Ja? Ja. Roda of Fortuna? Roda. Ik heb jarenlang stoelen gehad bij Roda. Ja. Je gaat er heel erg toe, hè? Nee, ik ben de laatste 3 jaar ben ik bijna niet meer geweest. Ik vind het echt heel erg wat er gebeurt. Ik heb ook een tijdje in de adviescommissie gezeten toen het ging om de fusie. Hè? Ja. FC Limburg. Hadden ze dat maar gedaan, ja. Maar ja, dat, er was toch te veel weerstand. En ik zat toen uit mijn functie vanuit Rauw en IJzer, omdat ze, ik was manager van Rauw en IJzer, wilde graag weten van mij een beetje, hoe beweeg je nou die fanbase, weet je wel? Wat gebeurt er nou met die fanbase? Dat wij met popmuziek natuurlijk altijd met fanbase zijn. Ja, ja. Daar heb ik wat advies over gegeven, maar wat me heel erg opviel in dat verhaal was heel veel, iedereen knokte daar van zijn positie, zeg maar. Iedereen wil heel graag. Maar je bent echt Roda fan, maar vind je dat nou niet jammer wat er nu. Voor mij is nu het gevoel, toen ze een paar jaar geleden degradeerden, had ik echt zo het gevoel van het komt weer goed. En dat merk je ook eigenlijk bij iedereen. En nu is het, ja. Is het zo'n wolk van negativiteit hangt eromheen. Ja. Heb ik nu met Roda. Ja, ik ging met mijn vader naar Kaarheide vroeger en weet je wel, dus ik kom er heel, heel graag. Ik met mijn zoon, natuurlijk minder omdat het niet altijd goed uitkomt, agenda technisch. Ik kom er heel graag, maar ik zou er zo graag een keer met de bezem doorheen willen. Ik zweer het je. Ja. Echt, dat kietelt aan alle kanten, maar ik moet het niet doen, want het strekt mij op, het zuigt me op als ik daarmee zou. Nou, als de camera solliciteer. Nee. Festival of club. Ik sta altijd open voor gesprekken. Dus, okay. Festival of clubtour vroeger met Volumia? Ik persoonlijk vond festivals leuker dan de clubs. Waarom? Omdat je ook heel veel andere bands ontmoet. Je ontmoet andere mensen ook achter. Bij de club ben je een beetje solistisch, ben je echt met je band. En bij festivals ben je met heel veel bands. Dat is wat gezelliger. Is het gezelliger, maar ook gewoon. Je wisselt informatie uit, je wisselt ideeën. Ik heb er ergens een foto van. Van een festival. Weet je nog wat? De eerste foto, weet je nog wat dat was? Ja, moet ik heel goed denken. Ik denk dat het bij Enschede was. Het was een concert voor het ophalen van geld voor een bepaald goed doel. Ja. En Radio 2 organiseerde dat. Ja. En wij waren een van de acts. En dat was in de hoogtijdagen van ons. Dus, hoe geel is het om dit
Ja, we hebben het veel gezien. We hebben in Amsterdam Arena gestaan voor 55.000 mensen. In de Kuip hebben we gestaan voor 50.000 mensen. In Ahoy natuurlijk. Hè. De Ziggo Dome was er toen nog niet, hè, in onze tijd. En jullie hoogtepunt was zo van 1990 tot 2000 of zo? Nee. Van 92 tot... Nee. Je zei net, in 10 jaar 1 miljoen cd's verkocht. Je moet dat een beetje relativeren. Ja. We hebben in de laatste 4 jaar, zeg maar, want we zijn in 97 hadden we ons eerste singeltje. En dat was Head Is Over. In de laatste 4 jaar hebben we die 1 miljoen cd's verkocht eigenlijk. En ons hoogtepunt lag echt gewoon op het moment dat we stopten. Wij waren... Daar was ik heel trots op zelfs. Weet je, op het moment dat je sterft, dan zie je opeens hoe groot je was. Hè. Wij stopten en opeens waren we NOS-journaal nieuws. Ja, weet ik. Weet ik. Dat ik echt zoiets had. Heb ik echt gelezen. Shit. Ik dacht dat niemand ons leuk vond. Weet je wel. Is dit gebeurd? Ja, en we waren voorpagina van de NRC, we waren voorpagina van de AD en van de Telegraaf. En de Telegraaf had een hele grote advertentie op de achterpagina met Volumia bedankt. Een geweldige tijd, hadden ze zelf gedaan. En ja, dat is altijd op het moment dat je in je kist ligt, dan... Dan sta jij nog altijd, vind ik, op het toneel. Ja? Ja, vind ik wel. Hoe moet het dan nou zijn voor een aantal mensen die ik ook ken, die dat meegemaakt hebben en nu thuis Op de bank zitten? Ja, het valt wel mee. Ik heb van de week toevallig nog met iemand over gehad. Wat doet nou precies iedereen nog niet meer? Maar er zijn ook wel mensen binnen onze band die het daar jarenlang en misschien nog steeds heel erg moeilijk mee hebben dat het zo, dat ze toch niet... ik kan me ook iets bij voorstellen. Als je voor zoveel mensen gestaan hebt. Ja, maar je moet ook voorstellen, wij waren net in de eerste 4 jaar, want we waren 6 jaar een coverbandje en toen gingen we met eigen werk. En na dat eigen werk... Veldfestival kan ik me nog herinneren bijvoorbeeld. Veldfestival, ja. Die wilde ons op een gegeven moment niemand betalen. Nee. Dat was echt de voetbalclub, weet je. Ik zeg, jongens, dat kan niet. Ja, dan houd het op, hè. Ja. Wij zijn maar 4 jaar hebben echt getoerd op het nationaal niveau. Dat we echt dit soort podia deden. Maar wij kwamen in de tijd van Bluff en van Ilse de Lange en van Marco Borsato, zaten allemaal... Die bands die bestaan allemaal nog, weet je. Ja. En enige die is afgevallen is uit onze tijd is De Kast, hè, bijvoorbeeld. En die bestaan allemaal nog. Dus ik kan me voorstellen dat iemand van de band zegt van... Jezus Christus, we hadden gewoon nog 20 jaar kunnen doortoeren. Volgende foto. Is het gekomen door de zanger? Ik bedoel... Ja, dat zijn hele... Toen hij een solo-carrière wilde gaan beginnen. Nou, er kwam natuurlijk een breekpunt en hij zegt, ja jongens, ik ben Volumia, zei hij op een gegeven moment. En het draait echt wel om, hij stond op de cover van de Hoes. We hebben het ook laten gebeuren. Hè. Ja. Wij als plattelandse jongeren gingen even naar het grote Hilversum en daar kwamen de marketeers en die hadden maar één doel, het bandje moet scoren en dan vul ik mijn eigen zakken. Mm-hmm. En wij kwamen uit een idealistische situatie. Wij wilden iets doen wat we heel erg leuk vonden. Jullie hadden elkaar echt leren kennen, hè? Ja. In die tijd van die opleiding. Ik heb gelezen dat Axel, de pianist, Sander gewoon een beetje gecast heeft op een gegeven ogenblik. Ja, in de nachtkroeg in Maastricht. En Alle Bonheur is nu dicht, hè? Ja, dan stond hij als een dronken student te zingen. En Axel belde mij op de dag na en die zei van ja... Ik heb een zanger gezien, dat was de derde zanger, was hij. Ja. Dat zou misschien wat kunnen zijn. Hij kon niet zo heel goed zingen, zei hij. Maar hij hoort wel bij ons. Hij is dezelfde soort jongen. En eigenlijk heeft hij het gewoon kapot gemaakt. Ja kapot gemaakt. Dat vind ik heel zwaar. Maar in ieder geval, hij heeft voor zichzelf gekozen. Ja, in dat geval. Waar Sander heel erg veel moeite mee had, was het dragen van de totale last van de band. Zeg maar. De band die op een gegeven moment natuurlijk professioneel was, daarvan moest leven. Ja. En het was heel simpel. Als Sander ziek was, dan konden we niet optreden, konden we geen geld verdienen. En daar had hij heel veel moeite mee. Appie, ik heb iets heel nieuws. Hoe heet het? iPad. Dat heb ik gekregen van die regisseur. Oh. Want normaal doe ik dat gewoon met echte foto's. Maar jij bent een moderne jongen, je hebt dat doorgestuurd, hè, foto's. Hè. Dit is leuk, hè. Hier zijn wat mensen die ik herken. Manuela Kemp. Guus Meeuwis. Axel Lindeloof, Frank Boeien, jij, lachend, zittend, met rode pantalon. Zijn dat de heren van de Amstel?
Of nee, zoiets, nee dat zijn niet de heren van Amstel. Wat wij jaarlijks deden in die periode was, we hadden met heel veel bandjes een feestje. Ja. In januari. Och. En daar nodigden we alle Nederlandse bandjes uit. En dit was zo'n feestje. En hier zie je dat dus Frank Boeij is gekomen en Guus Meeuwis en Manuela. En dan gingen we, en dit is het voorafgaan aan het feestje. En dan gingen we ergens drinken en hadden we daar een drumstelletje staan. Een drumstelletje? Zat de Robin zelf? Ja, Robin ook. Een drumstelletje en een basversterker. En hadden we alles staan. En er werd heel veel gedronken en er werd er gejamd. En dan bleef iedereen slapen. En ik zit me even te denken wat deze nog was. We hebben het ook een keer in de grotten van Cannes gedaan. En dat waren hele geheime meetings. En er was niemand, maar er zat de hele Nederlandse muziek zien. En ging dan even een eigen feestje bouwen. En geen fans? Niks, geen fans, helemaal niks. Ook geen vrouwelijke fans? Niet dat ik voorbij heb zien komen. Dit vind ik mooi. Het zijn drie generaties Niesket. Ja, het was op Pinkpop bij de Rolling Stones. Gaat je vader zelfs ook nog mee naar Pinkpop? Ja. Hij zit ieder jaar op Park City Live. Ja. Hoe oud is je vader niet? We hebben 2 weken geleden gevierd dat hij 89 geworden is. Dus dat is een mooie leeftijd. En dat is eigenlijk nog dat zijn er maar drie generaties. En we hebben nog een jongen natuurlijk. Ik heb nog Floris. Maar je ziet... Je hebt drie kinderen. Ik heb drie kinderen, ja. Ja, prachtig. Mijn vader heeft mijn moeder verloren 16 jaar geleden. Had toen na 2 jaar een nieuwe vriendin, Els Eijmaal. Ken ik heel goed. Ja. Een van de betere Limburgse actrices. Ja. Heeft heel vaak bij mij in Lexer opgetreden. Ja. Daar kreeg ik echt zo'n brok van in die keel. Die mevrouw die was fantastisch. Echt waar? Ja. Leuk. Een diva. Een diva. Op het toneel. Op het toneel. Want ze heeft ook met Jeroen, hè, die toen overleden. Jeroen Willems heeft dat ding in de toenmalige patronaat gedaan. Ja. Lange Jan, Lange Lies. Ja, die mevrouw kwam wat. En dan gaat hij 89. Ja, hij zegt, waar zijn mijn kaarten voor Pinkpop? Belde die 2 jaar geleden. Ik wil naar de Rolling Stones. Hoe lang was dat? 3 jaar geleden. Ja. Ik zeg, ja, dat ga ik voor je regelen. En toen stonden we daar. Doet je wat, hè? Ja, vind ik prachtig. Vind ik echt zo mooi. Weet je, ik zit de hele dag in een zakelijke situatie met iedereen te praten en zo. Maar ik ben een mensenmens. Ik hou ervan als ik mensen blij kan maken. Als mensen kunnen genieten. Dat is mijn feedback. Daar geniet ik. Eigenlijk ben je ook gewoon een dienstverlener. Ik ben gewoon een dienstverlener. Zo ben ik ook opgeleid. Hè? Maar het is eigenlijk gewoon dienstverlener. Ja. Ik vind het zo leuk om mensen een goede avond te bezorgen. Dat doet mij goed. Als je nou volume hebt gekeken en toch een klein beetje... Ja, ik zei net wel het toneel, maar het blijft toch ook een klein beetje de anonimiteit van de grote organisator. Ja. Is dat jammer? Wie bij Volumia? Nee, dat heeft me nooit. Dat werd me wel eens vanuit de buitenkant werd als gezegd: hey, je moet wat meer in beeld komen. Die behoefte lag niet meer. Wij deden iets wat we heel erg leuk vonden. Je bent echt zo'n jongen. Ik ken je al van Park City. Ja. Ik ken je al van Park City. Ja. Je bent volgens mij echt zo'n man. Die op zondagavond om 12 uur aan de uitgang van Park City Live wil gaan staan en zeggen: heb je het leuk gehad? Ja, heb je het leuk gehad? Ja, dat doe ik ook. Heb je het leuk? Doe ik ook. Heb je het leuk gehad? Ja, dat vind ik leuk. En dus dan luister ik. En als iemand tegen me zegt: ja, nee, dat was niet goed geregeld, dan slaap ik er minder van. En dan schrijf ik het op voor mezelf en dan moeten we even oppakken. En als mensen zeggen: het was te gek, dan vraag ik me nog 2 keer: was het echt te gek? Weet je? Ja. Het is net in een restaurant van een vriend waar je gaat eten en dan eet je niet lekker. Dan zeg je, ja, dat was goed, weet je wel. Dat moet je niet doen. Zeg dan dat het niet goed is. Nee. Want dan heeft die vriend veel meer aan. En zeg dan ook tegen mij als ze pakt, nee, dat was niet goed. Dat moet je anders doen. Praat je er ook over met je vrouw? Ja. Ja, 22 jaar samen. Mekaar ontmoeten bij Volumia. 3 kinderen samen. Mijn vrouw is stewardess. Ja. Voor zakelijke vluchten, dus 1-dags vluchten. Vanuit Antwerpen. Het is mooi. En we hebben, het is mooi, dankjewel. Ik hoop dat ze mij nog mooi vindt. Huh? Ik zeg niks. Ja, dus. Het is leuk, man. Ja, leuk, hè. Dat was. We hadden nooit een leuke foto van elkaar. We zijn er samen op stap, een beetje filosoferen. Dat is op een vakantieplek. En.
Ja, leuk, leuk. En leuk, jullie hebben kinderen en dit is de jongste. Ja, ja en dat, we hebben er een. Hij is Hoe oud was je? Floor, toen ik, ja. Dat is goed, 48. Ja. Ik ben nu 51. Floris is 3,5. En veel mensen zeggen, hey, heb je er nog eentje gekregen? Ja. Ik heb mijn vrouw, we hebben heel hard gevochten tegen, tegen borstkanker. Met mijn vrouw. En die borstkanker ontstond toen zij zwanger was van de derde. En dat kon niet samen, borstkanker en zwanger. Nee. En toen zei ze, als ik 100% genezen ben, dan wil ik nog heel graag een derde. Ik zeg, schat, die krijg je van me. Als het mij ook nog lukt. En dat lukte. Dus ja. En dat is, ja, dat is toch ieder huisje. Als je nou moet kiezen tussen succes of familie, of gaat het samen? Succes en familie, nee, dan kies ik een combi. Ik vind dat, succes, ik vind gewoon, succes, gewoon werk en familie. Dan wil ik, de combi houdt ons in balans. Ja. Als ik uiteindelijk moet kiezen, ik kies als laatste altijd voor familie, altijd. Ja, ik denk dat iedereen dat... Dat is, maar op dit moment gaat het goed. En dat is, er is Floris uitgeboren. Dus kijk hij, komt ook, rondrennen op Park City Live. Daar ben ik bang van wel. Met zijn oordop in. Ik wist niet wat deze foto betekende. Ja. En toen zei jij, je moet me wel die foto erbij zetten van het complex. Dit is dus echt heavy, hè? En weet je wat leuk is? Iedereen zegt het complex. En dat is een bestrijd. Wij noemen het intern complex, snap je? Het complex. Zonder het. Zonder het, weg met het. Nee, ja het is gewoon het was de platte zalen. Platte zalen was er nooit gelopen, nee. Helemaal nooit wat te doen geweest, nee. Zwaar in geïnvesteerd. Ja. En dan komt die jongen uit Heerlen en die gaat er op een of andere vreemde manier wat beginnen en die krijgt daar een wereldtent. Want je hebt de beste, de grootste club van heel Limburg. Ja. Maar ook dit is gebeurd eigenlijk een soort passie, want ik had naast Park City Live. Heb je natuurlijk door het jaar heen heb je gewoon meer tijd over. Ik vond het leuk. Ik organiseerde vroeger in Heerlen ook altijd de HBO-feesten. En ik heb heel veel feestjes georganiseerd. En toen op een gegeven moment, toen was ik in Maastricht, toen hielp ik mee bij de muziekgieterij als interim manager, of hoe je het mag noemen. Mm-hmm. En op een gegeven moment bood iemand me dat aan en die zegt, wil je daar wat mee doen? Ik zeg, maar dat loopt toch niet? Toen zei ik, ja, Heineken heeft me dat in 2003 al een keer aangeboden. Ja. Toen heb ik nee gezegd, dat gaan we niet doen. En toen dacht ik, er is veel aan de gang hier in Limburg. Buitenlandse studenten is natuurlijk enorm. Ja, ja. En je hebt een hele speciale scene. Hè? Ja. Neem me niet kwalijk, ik weet niet hoe dat allemaal heet. Maar hoe kom je nou aan dat soort artiesten? Word je daarin geadviseerd of denk je bij jezelf, oh, dat weet ik nog. Nee, ik ben wel van schoenmaker blijf bij je lezen. Dus de partner, en we doen dat met z'n tweeën. Hè? Ja. Ik heb een partner gezocht die heel erg in die scene zit. Ja. En dat is een jonge hond, 28. En die snapt de doelgroep, hè? Veel beter dan ik dat snap. En die krijgt alle vrijheid om te programmeren en ik coach hem daarin en ik doe het algemene stuk en ik zorg dat het financieel in balans gaat en ik zorg dat het bedrijfstechnisch in balans gaat. Ik help hem mee met bepaalde concepten in het marketingstuk en die ontwikkelt zich enorm goed, dus we zijn samen een heel sterk team. Afgelopen jaar in het cijfers uitgekomen, 17.000 bezoekers. In 2012 ging het met jou zakelijk niet zo erg goed en dan ben je een keer failliet gegaan. Ja. Een van de werkmaatschappijen is weer gegaan, ja. En toch kun je dit weer doen. Ja. Ja, en het lukte. Alles afbetaald. Nee, we hadden voor Kerkraden hadden we het Slagerfestival gedaan. En we hadden natuurlijk een jaar Pax City Live, waar we een hele zware regen hadden op zondag. En toen, ja, dat was niet goed. Op een gegeven moment had ik zoiets, ik moet dit niet willen. Ik heb 100.000 euro schuld. Ik moet dit niet willen, ik moet daar gewoon vanaf. Ja. En dus ik ben naar de rechter gegaan. En het waren twee BV'tjes die dezelfde naam had. En eentje had 60.000 of 80.000 schuld en de andere had 3.000 schuld. Dus de rechter aan mijn neus, kunnen die dat niet oplossen? Ik zeg, ja, nee, nu niet. Ik had er zelf al heel veel geld in zitten. Dus we hebben dat failliet laten gaan. Toen het zakelijk beter ging, twee jaar later,
ben ik diezelfde schuldeisers ben ik gaan bellen. Zij kunnen een deal maken. Ik zeg, je bent je geld kwijt, maar ik voel me daar zo rot onder. Ik zeg, het gaat zakelijk goed. Ik zeg, ik als eerste wil ik jullie gewoon in ieder geval geld betalen. En zo heb ik iedereen betaald en ik ga met 0 euro failliet. Dus. Maar dat wordt zo'n faillissement wel uitgesproken natuurlijk. Nee, ja, ja, er is één inschuldeis. Nou, ik moet heel erg inschulden, ik krijg nog 2000 euro. Maar die zelf failliet en dan wil de curator hem niet uit. En dan kwam het leuke verhaal. Weet je wat de curator dan zegt? Die werkelijk niks gedaan heeft, hè? Ook helemaal niks. Oh, ja, oh, oh. Zegt de curator, ja meneer, u kunt wel alle schuldeisers betaald hebben, maar u moet mij ook nog betalen. Ja. Ik zeg, meneer de curator, er zit niks meer in de boedel. Hij is hartstikke leeg. Ik zeg, wat wil u nou? Ja, 30.000 euro. Ik zeg, meneer curator. Ik zeg, u bent helemaal gek geworden. Ik zeg, dan gaat u dat maar uitleggen aan de rechtercommissaris. Dat is gewoon helemaal niks. Nee, ja, curators hebben ook risico's. Hè? Wat doen die normaal? Die rommen eerst hun eigen stuk af en dan gaan ze de schuldeisers betalen. Die curator kom ik nooit meer tegen in mijn leven. Dus waarom moet hij mijn geld hebben? En met die schuldeisers doe je nu ook gewoon zaken op dit prachtige festival. Ja, precies. Ja. Prachtige foto trouwens. Ja, leuk hè? Goh. Mooie luchtfoto. Zo zal het ieder jaar, ik hoop dat het zo nog 10 jaar is, dat lijkt me eigenlijk wel helemaal te gek. Het is nu 8e editie, hè? 8, nog 10 jaar. Nog 10 jaar. Kan ik ook misschien nog 10 jaar meedoen. Ja, jij hebt een contract voor het leven. Dit staat nu officieel op het celluloid, of is dat niet meer? Op de iPad. Op de iPad. Huh? Ik vond het leuk. Ik zie jou bij Park City Live. Dankjewel. Fijn dankjewel dat je voor je uitnodiging. Adieu. Ja.